trend? Weet ik niet. Maar ik denk dat het meevalt. Michelle! Oké, dan wachten we wel even 2 minuten. Ja, zijn die gasten er al? Nee, zeker. Nee, alleen Hiske zit te wachten op de stoel. Maar die zijn wel meesporters, zeiden ze. Ja, tuurlijk! Ja, ik dacht, ik moet het nu weten, snap je? Nee, ik begrijp het. Kom lopen. Het is jouw huisje. God. Pionier. Je hebt toch niet bekeken, toch? Heb je het gezegd? Ik denk het wel. Oké. Nee, eentje. Het is nog 1 minuut. Nee, dat heb je niet meer. Dit is super nee, schat. Toch? Ja. Nee, je hebt het niet. 1000%. Je bent het niet. Echt, jongen. Ik was zo zenuwachtig. Ja, ik ben ook helemaal zenuwachtig. Ik voel me iedere keer zo niet lekker. Daarom. Ik begrijp het. Ja, okay. Maar nee, dan ben je niet. Positief. Nee, je bent negatief. Oh. Maar helemaal misselijk. Ja, ik ook, jongen. Ja, wat denk je van mij? Ik word vannacht weer wakker misselijk. Echt? Buikpijn, kramp. Ja, je moet denk ik eventjes ook naar de dokter gaan. Misschien heb je ook wel wat. Het is gewoon een virus, dat zei ik ook al te veel. Ja, maar Jordi heeft er ook last van. Ja. Maar meid, god, ik zweer niet. Nou, weet je nog, ik had gevoelige tieten, daar begon het mee, hè? Ja. Maar ik zal je wel vertellen, bedoel ik je niet een mank te maken, maar ik zal het over 2 weken weer gaan doen. Voorzien. Want het kan, kijk, stel je bent er, dan ben je in je hele beginfase, daar komt hij nog niet. Nou, weet je, ik heb een maand, langer zelfs, geleden heb ik heel veel bloedingen gehad tussendoor, weet je nog? Ja, weet ik. Dus toen dacht ik van oei, dit is wel een gevaarlijk moment. Ja. Maar dat is dus al meer dan een maand geleden. Oké, ja, maar ik... Helemaal te denken, met de finale, stel je voor dat ik zwak. Ja, ik zou hem, als ik jou was, zou ik hem gewoon over een week of zo nog even... Voor zekerheid. Zeker. Ja, als we nog hebben. Ik ben wel bij de P. Weggooien? Ja, tuurlijk weggooien. Ik ga de guys halen. Halen bij de P? Ja, anders kijken we het even aan, toch? Ja. Oh, thanks, poes. Ja, tuurlijk. Ja.